Ja, zie ze. Dat was tot zo. Ja, die horen, dan kan je hem ook weer doen. Zouden die zelf gemaakt hebben, denk je? Ja. Denk je dat wel? We hebben een hele oude camper gekocht. Eentje die bijna 30 jaar oud is. Maar die moet hier bij ons in de tuin passen. Dus alles moet groter. We hebben al zitten meten of die daar onder de carport door kan. Dat gaat net. Maar dan moet ook het hek weg daar. Wat is het dan, lieverd? Wat is het dan? Kan je er niet bij? Nee? Kan je er niet bij? Nee? Is niet leuk, ja? Oh, is niet leuk, hè? Nee. Ik zal je even loshalen. Nee? Ja. Bravet. Ja. Kijk je poot. Jongen, dankjewel. Grote vriend. Oh. Rustig, rustig. Denk je ook van achter houdt die aarde houdt hem tegen. Ja, wat is het hier? Ja. Poging 2 was dat. Even die pikhouw wil pakken. Hij heeft een heel bed met stenen gemaakt, lijkt het wel. Ja, ik weet nog dat hier aan het graven waren, dat er ook hele grote stenen lagen. Ja, die was mansgroot. Ja. Wat? Is hij aan het graven? Hij is aan het graven, ik ook graven. U bent toch geen konijn? Gek beest. Nee. Bijt hem. Bijt hem in zijn billen. Toing. Ik heb mijn hand er niet uit. Heb je de onderkant van dat ding al gevonden of nog niet? Oké, hier nog een. Kom eens iets schoon. Hé, een oude bunker, jee! Zakken of... Zakken. Serieus. Ik kom er niet bij. Nee. Ik moet er wat weggeschopt worden. Ja, doe je daar eens een moeite om?
Die tilt toch zo op? Zijn lier even goed doen. Hij staat gewoon vast in de grond. Diep. Ja. Jezus, man. Waar zit hij? Ja, kom aan. Ja, en nu, hè? Ga je midden op de weg trekken dan? Ga je midden op de weg trekken? Nou, dat kun je doen. Tot zover en niet verder. In de... Stiek, onze redder in nood. Nou, ik weet niet of hij hem te pakken krijgt. Hij is veel te breed. Wauw. Zo dan. Zelfs een trap, hoor. Ik heb gezegd dat hij weg moet, ik weet niet wat hij nu gaat doen. Zo! Ik geloof dat hij weg wel even mag repareren. Ja, nou ja, whatever. Oeh, echt op de centimeter. Het is bijna er nog heen. Helemaal mooi. Oei. Met de auto een paar keer eroverheen. Ja. Nou, wel een gat over. Ik had nog wel een kruiwagentje. Stelletjes sukkels. Oké. En vind je nou als je kant wat steken dan gaan? Het enige voordeel van zoveel eten. Wagenpark. Nou, er is niks meer van te zien. Helemaal netjes. Hier hebben ze ook nog een steen gedouwd.
zodat we ook hier een bredere inrit hebben. Dus dat was avontuur Paul. Het ding woog meer dan Steve's zijn quad, 700 cc. En hij weegt, volgens Steve woog hij meer dan een koe. Dus nou, hij heeft hem nou als bankje ergens op zijn eigen land neergelegd. Helemaal goed. Kijk eens. De lente is een aantocht. Yeah. Eindelijk. Oké. Vrolijk Pasen.